Zo ongeveer alle sectoren snakken naar heropening, of in ieder geval gedeeltelijk. Koninklijke Horeca Nederland is het zat dat ze nog steeds niet aan de beurt zijn en sleept de staat nu voor de rechter. Al sinds half oktober zijn alle restaurants en cafés gesloten. Ondernemers geven al lange tijd aan dat het water aan de lippen staat. Inmiddels is duidelijk dat er op de persconferentie morgen geen versoepeling wordt aangekondigd voor de horeca. En dat zit Luppel. Ze slepen daarom de staat voor de rechter, want ze willen weer open en ook meer steun. Winkeliers wachten de persconferentie van Rutte en De Jonge vol spanning af. Vooral degene voor wie het zogenoemde klik-en-collect-systeem niet werkt. Volgens mij kunnen wij op afstand met 4000 vierkante meter iedereen ruimte genoeg bieden om hier veilig te komen winkelen. Net als alle andere winkels is ook deze meubelzaak al sinds half december dicht. Maar volgens de eigenaar is het er hartstikke veilig. Aan het maximaal aantal mensen, uiteindelijk mondkapjes op, goede afstand houden, handen wassen. Dus met al die regels denk ik dat we een veilige plek kunnen bieden om ook gewoon te kunnen werken. Veel winkels zijn sinds kort geholpen met klik en collect, waarbij mensen hun op internet bestelde spullen op een afgesproken tijdslot afhalen bij de winkel. Maar voor een meubelzaak ligt dat net even anders. Je wilt toch even lekker proefzitten op de bank die je koopt. En ook fabrikanten komen in de problemen. Want geen winkels open betekent ook geen nieuwe opdrachten om meubels te maken. Nou, wat wij merken van de lockdown is dat de omzet echt terugloopt. We hebben wel een levertijd van 6 tot 8 weken. Dus orders vanuit oktober en november, die zijn we nu nog aan het opmaken. Maar de orderportefeuille loopt echt leeg. En we zien gewoon dat er echt minder werk aankomt voor de fabriek. Ja, als de winkels echt nog langer dicht blijven, dan hebben wij een groot probleem. We hebben grote investeringen gedaan. En wij moeten nou echt weer die verkooptrein aan de gang zien te krijgen. Om toch nog wat omzet bij elkaar te sprokkelen, hebben ze in de meubelzaak een tijdelijke oplossing bedacht. 100 jaar geleden gingen wij met paard en wagen en een kar vol met meubels naar de klanten toe. Vaak hier naar de boeren die toen hier op Ekkersrijd waren. We hebben een soort mobiele showroom. Maar ja, weet je, je ziet het hier, een lege winkel, 4000 meter. Ja, het is gewoon zonde. Daarom hopen ze ook dat demissionair premier Rutte morgen minstens besluit dat winkels op afspraak weer open mogen.